Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Jullie zien ook dat ik naar de kapper geweest ben, maar daar gaat deze video eigenlijk niet op. Want ik ben weer naar de Action geweest. Dus jullie weten wat het laatste is. Een Action shoplook. Dus ja, let's go. Ik heb weer Pepsi Weco meegenomen. Vandaag weer 6 flesjes in plaats van 5. Dus 6 flesjes Pepsi dat ik heb meegenomen vanuit de Action. Ik heb er nu al 3 uit mijn boekentas genomen. 4, 5, part nummer 6. Daar is nummer 6. Dus 6 flesjes Pepsi Max. Dan heb ik nog Varanti Hombre Classic meegenomen. Dat is ook een oude toilet en parfumetje. Dat ik ook daar zag liggen. Ik zeg van ja, waarom niet meepakken als ik dat ook zie liggen? Waarom pak ik dat dan niet mee? Ik ga hem nu uit zijn verpakking halen. Ze. En oh, het is een mooi flesje. Een blauw flesje. Dat ruikt heel lekker. Dat is terug een nieuw parfumetje dat ik heb meegebracht. Want ik ben nu parfumfreak, altijd niet. Dan heb ik Floyessa Deluxe Enricusers Men. Dat is ook een parfumetje. Dat was 1,89 geloof ik in de Action. En we zien hoe die eruit ziet. Die komt zelfs met zo'n doosje. Oh, wat een mooi flesje. Dat is echt een mooi flesje. Moet ik bijhouden nadat ik dat op is. Dit is ook wel lekker. Dan heb ik nog één dingetje. En dat is ook Vigency Bro. Daar heb ik ook al op TikTok. Sauce Sense. Heb je dat eens erbij zien komen. Dus ja. Ik wou het ook eens proberen. En dan ja. Is zien. Dat is ook een mooi flesje, zoals jullie zien. Dat is een rond flesje. Die ga ik ook bijhouden nadat ik die heb opgebruikt. Die ruikt ook heel lekker. Ik heb weer 3 parfumetjes bij. En ja, ik vind dat weer leuk. Ik kan beter een parfumreview kunnen al beginnen, maar daar gaan we niet aan beginnen. En alles samen kwam op 9,91 euro, wat ik allemaal doe voor contents voor jullie. 4,08 euro voor de Pepsi. De Hombre Varanti Classic was 1,99 euro. De Floyessa Deluxe EDP for Men, ja, dat is die Floyessa parfum, die was 1,89 euro. En de Vigency Bro was 1,95 euro. En ja, dit was eigenlijk allemaal leuke parfums. Deze is toch de parfum waar ik het meeste voor wou focussen. Waarvoor ik het meeste wou doen. Die Varanti Hombre Classic. Ik heb de Hombre Night. Nu heb ik de Hombre Classic ook. En Floyessa. Dat is ook een leuk flesje. Eén van die 3. Eén van die nieuwere parfums. Ga ik sowieso meenemen naar Frankrijk. Dus ja, ik maak deze video nu op 21.2. En ja, zaterdag vertrek ik al. Dus deze video komt sowieso later online. Dus ja, houd er rekening mee dat deze video niet direct online komt. Dat hij na de skireis pas online komt. Dus ja. Maar dan wil ik jullie guys toch bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam, dat is altijd Dylan. Ik wil de video graag afsluiten met te zeggen dat ik deze content alleen maar maak omdat ik eigenlijk ja, content voor jullie wil maken. En dat ik eigenlijk zo'n beetje zeg van ik ga eens geld spenden. En ja, ik ging, normaal gezien was het niet het plan dat ik naar de dingen ging, naar de Action. Dat ik gewoon eigenlijk naar de kapper ging. Omdat ik zo gezegd had, ja, ik moet nog cola hebben om nog de week door te komen. Waarom dan niet direct parfum meebrengen? Maar dat was eigenlijk zo'n beetje de video vandaag. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En ik zie jullie guys graag in de volgende video maar weer. En dan zeg ik zoals altijd, joe! Bye bye!